Pa. Adam, word je wakker? Goedemorgen. Waarom moet ik eigenlijk vroeg opstaan als jij moet werken? Omdat jij niet voor jezelf kan zorgen? Ik kan echt wel voor mezelf zorgen. Verder van niet. Verder van wel. Je hebt over 5 minuten een afspraak met oma. Oh ja, ik moet weg. 3. 2. 1. Je hebt je pyjama nog aan, hè? Ja. Vanaf nu doe ik het zelf. Ja, dat geeft dag vol. Echt wel? Die deur gaat niet open, Quinn. Wat leuk. Oh, mijn bed met een nieuwe brouw. Van 30 jaar jonger. Oma, ik heb echt uw hulp nodig. 5 euro. Wat? Wat is er, schat? Ik sta altijd voor je klaar. En voor je portemonnee. Quinn zegt dat ik niet voor mezelf kan zorgen. Hoe komt hij daar nou weer bij? Het slaat toch gewoon helemaal nergens op. Trouwens, oma. Wilt u misschien mijn veter strikken? Wat? Ja, ik kan dat helemaal niet. Normaal doet Quinn dat altijd. Hier, kom op, alsjeblieft. Het is levensgevaarlijk om ongestrikt door het leven te gaan, oma. Wat zie jij depressief uit? Hebben de kaartverkoop voor Taylor Swift weer gemist? Wat? Nee. Ik had een ruzie met Adam vanochtend. Ik ben gewoon bang dat ik mijn beste vriend kwijtraak. Ik ben je beste vriend, hè? Mijn beste vriend kwijtraak. Quinny! Heb jij Adam gezien? Oh god. Er is geld afgeschreven van zijn rekening bij een boekenwinkel. Nee, mam, niet gezien. Ik kan je geen Quinny zeggen in het openbaar. Wat? Dat is zo'n schattige naam. Waar zou hij toch zijn? Ik maak me toch zo zorgen. Ik weet het niet, mam. Misschien wel, oma? Ik bel haar zo wel even. Ik ga even zitten. Oh, geweldig. Ze gaat hier zitten. Relax, het is maar voor even. Dat is wat jij denkt. Zie je die stoel daar? Daar zat ze gisteren. En die ruikt nog steeds aan een hele rare combinatie van de was en ik maak je wakker om 9 uur 's ochtends. Quinny, waarom help je me niet? Oh, dit wordt een hele lange dag. Lijk niet zo boos. Kijk, Aaron. We hebben allemaal zo'n fase in ons leven. Wat probeert u hiermee te zeggen? Misschien wordt het tijd dat je eens van tactiek gaat veranderen. Je kan niet altijd van Quinn verwachten dat hij maar alles voor je doet. Dus ik moet zelfstandiger worden? Ja, precies. Dan ga ik nu voor het eerst alleen naar de wc. Oh, ik zei het toch? We zijn er eentje vergeten, oma. Die fetus zijn levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk, zeg ik je. Quinny! Quinny, kom nou hier! Dan hoef ik niet zo te schreeuwen! Kan jij haar niet helpen? Nee, dat wil ik echt niet missen. Bovendien, ze is jouw moeder. Je ziet er moe uit, Quinny. Heb je wel genoeg geslapen? Ja, en het is Quinn. En eet je wel genoeg, Quinny? Jij kookt elke dag om eten. Wat wil je daarmee zeggen? Nee, niks. Ik zeg altijd, ik maak eten klaar. Ik kook niet. Nou, moet je nog iets hebben? Quinny! Heb je Adam al gesproken? Ik maak me zorgen om hem. Wel liefde, hè, Quinny? Het is Quinn! Zelfstandigheid. Wat is mis met dit ding? Oh. Ook gewoon zelf hoor, Quinn. Deze. Ja, echt leuk, hè? Net als je dacht dat je dag niet erger kon, kijkt je moeder babyfoto's met je beste vriend. Ah, kijk, wat een popjes. Oh, Quinn was zo lief. En Aaron's hulp was ook schattig. Ik kan niet geloven dat ze nu ruzie hebben. De band tussen tweelingen is zo sterk, dat komt echt wel weer goed. Ik ga ze helpen. Ze moeten weer samenkomen. Ik snap hier toch helemaal geen niks van? Of ik naar een café wil komen? Oh, nee, ja, ja, die kan wel. Ja, hé, hey, kom aan. Telefoon begin. Hoe is het? Goed. Weet je niet meer wat je wil? Jawel.
standaardbestelling ingevoerd hoor. Een espressoetje. Beetje havermelk. Dank je. Asje. Ongestrikt zie ik. Als een keuken. Hm. Waar is je portemonnee? Vergeten. Oh. Dat is ook een keuze. Oh ja. Hey, Aaron is zijn portemonnee vergeten. Yes. Voor al dat advies mag ik best wel wat verdienen. Hier. Dit gesprek is echt heel droog. Er moet iets gebeuren waardoor ze samenkomen. Maak je geen zorgen. Hoe wist je dat ik ging vallen? Ik weet het niet. Dat is een tweelingding, denk ik. Sorry dat ik vanochtend zo gemeen tegen je was. Je kan duidelijk wel voor jezelf zorgen. Ik ben misschien niet altijd de beste broer. Knuffel. Oh, dat is een goed. Laat je? Zal ik alles vanavond koken? Niet te hard van stapel lopen, ik hoef niet weer een voedselvergiftiging. En dus, wie in zijn kamer mag ik? Niet leuk. Je mag hem in zijn kamer hebben. Haha, yes. Doet hij het toch?